Goed, iedereen pak een opschrijfkaart en beoordeel de gerechten op presentatie, textuur, de smaak. Rustig aan, ik heb feedback nodig. Ik heb mijn aantekeningen opgegeten. Nu alleen nog de laatste puntjes op de i zetten. Lincoln, we moeten verzamelen van pap. Oh, hij is waarschijnlijk niet hier. Hallo allemaal, ik wil jullie bedanken voor alle hulp om dit te bereiken. Ah, tada! Er moet nog één ding gebeuren en dat is best wel heftig. Publiciteit. Ik heb een vracht aan flyers laten maken die jullie overal kunnen verspreiden. Niks bijzonders, alleen reclame. Goed voedsel voor een goede prijs. Dat leek me wel een goed motto voor ons. Pap, er staat hier een typfout. Wat? Komt alle naar Lins tafel voor onze grote opening? Oh, nee. Ech, dit klinkt meer als een hele enge aandoening of zo. Wat moet ik nou doen? Tijd voor een herdruk is er niet. Oh, dit is erg. Dit is... Niemand komt opdagen en wij gaan zwaar op de fles. Hey pap, ik heb een idee. Waarom laat je ons de promotie niet doen? Wij kunnen vast wel iets bedenken. Ja, wij helpen, papi. Natuurlijk. Ik wil graag helpen, hoor. Oh, jongens, dank jullie wel. Dit betekent zoveel voor me. Jullie zullen vast iets briljants bedenken. Met elkaar lukt jullie dat altijd. Ik de hak, hak, groente is gezond, ja. Ik was het goed af, ja. Komt uit de grond, ja. Ik snij ze nu. Ik de hak, hak, heel fijn. De hak, hak, de hak, hak. Heel fijn, heel fijn, heel fijn, heel... Auw! Mijn vinger! Lisa, liefie, daar ben je. Vader, ik kom je de oplossing brengen voor je reclameprobleem. Oh, deed jij een eigen reclame? Yep, ik ben zo vrij geweest om een aanbieding te doen aan potentiële gasten. Bodemloze bakjes friet bij aankoop van een voorgerecht. Wat een goed idee, kleine meid. Blijkbaar wel, ja. Ik heb zojuist voor 4 tafels aan mensen binnengebracht die snakken naar oneindig aardappelgenot. Start de frituur. 2 reclames tegelijk. Wat heb ik toch een creatieve kinderen. Ik schreef er maar wat, ik schreef er maar wat. Piepers snijden tot verse patat. Ik... Auw! Mijn vinger! Ah, weet je wat? Kippengat! Nee. Geen tijd voor grapjes nu. Ik wil je vertellen over mijn geniale reclame. Maakte jij ook reclame? En daar krijg je echt massa's klanten door. Ik vertelde dat als je je verjaardag hier viert, je een gratis dessert krijgt. En het personeel zingt een speciaal verjaardagslied. Dat is een fantastisch idee, lieverd. En de eerstejarige zit er al klaar voor. Kom mee, ik leer je de tekst onderweg. En 1, 2, 3. Happy, happy birthday, we zijn zo blij van zin. Geniet maar van je feestje hier in de zaak van Lin. Hey! En je verjaardagsdessert. Komt er zo meteen aan. Ik heb dat hele publiciteitsding getackled. Oh ja? Ik heb een hele softballteam meegenomen. Ik zei dat jij iets speciaals hebt voor de atleet met weinig tijd. Oké, wat is het? Als je het eten niet binnen een kwartier krijgt, is het gratis. Ah! Ik zei het tijdens de wedstrijd, dus onze tegenstander is er ook. Wat? Oh, en je moet misschien maar gaan koken, want er zijn al 8 minuten voorbij. Wacht! Oh, oké. Eerst verjaardagstaart, dan 2e verjaardagstaart. Patat, correctie, veel patat. Het wordt heel veel patat. Dierenvoer. Ah, Lin, geen tijd om na te denken. Koken! Het wordt nu nog veel gekker daarbinnen, Lin. Misschien moet je even gaan kijken. Ik heb je, makker. Dit is Catherine Melemans hier in Lins tafel. Ik praat met de man achter de naam Chef Lin Herrie. Dit was de meest succesvolle opening die Royal Woods ooit gezien heeft. Hoe heeft u dat gedaan? Oh, zo bescheiden. Hoe voelt het? Dat zal. En hoe wilt u dit straks gaan vieren? Een nacht slapen, dat snap ik wel. Nou, Lin Herrie is een man van weinig woorden, maar hij laat zijn eten voor hem spreken. Ik ben Catherine Meulemans, die zegt als je op zoek bent naar een heerlijk familievriendelijk maal, kom dan hierheen naar Lins tafel. Hola, game bola, my
mijn speciale helpers. Ah, was een grapje. De sandwich praatte niet. Dat was ik, Alberto. Kom binnen, passe, passe. Zoals ik al zei, excentriek. Hij is leuk. De Cubano is de sandwich die mijn abuelo at toen hij in de suikermolens werkte in Havana. Ik bereid mijn Cubana graag met een lied. Praten, praten, ik pak snel een pan. Pan en mosterd, jamon. Augurkje en twee plakjes de queso. Leg de panini in de panini grill. Doe je zo. Solo eso. Proberen jullie het eens, chicas? Dat lukt ons. Pan en mosterd, jamon. Augurkje en twee plakjes de queso. Leg de panini in de panini grill. Doe je zo. Solo eso. Hey, dat ging best goed. De kaas is gesmolten. Zijn we nu getraind? Nee. Oeh, en nu gaan we klanten bedienen. Ik heb een paar vrienden die zullen helpen met dit deel van de training. We hebben honger. Ik wil een Cubano met 5 augurken. Bovenkant gegrild, zonder queso. Mijn darmen. En niet te zuinig met de mosterd, begrepen? Komt eraan. Jamon, augurk, queso. Ik heb de mosterd. Uw bestelling. Ik zei nog niet te zuinig met de mosterd. Lukt het je? Ik doe mijn best. Weet je, normaal zou ik boos worden, maar dit is echt een heerlijk broodje. Wacht, het raakt hier ineens naar bedorven voeten. Ik zei nog zo, zonder kaas. Werken in een foodtruck kan onvoorspelbaar zijn. Eens kijken hoe jullie met verrassingen kunnen omgaan. Verkeersdruppel! Oh, gemorste specerijen! Bijna de delicatessen! Uw bestelling. Goed gedaan, meiden. Jullie maakten perfecte Cubano's. Jullie training is klaar en jullie kunnen werken op het concert. Het is ons gelukt. We gaan naar het concert. Mosterd, jamon, augurk, queso. Ik twijfel er nog, maar hij is goed. Als jij mijn kookkunst al goed vindt, dan moet je deze moves eens zien. Ik noem dit de robot. Doe maar, ga de show bekijken. Wij redden het wel. Te gek! Nog 2 Cubano's. Kijk, daar hebben we Babbelbot. Vlieg op, verenvlek. Ik ben druk. Hey Sancho, hoe noem je een nutteloze hoop metaal? Een ontbijtbot. Oh, jongens. Eindelijk, we zijn er. En we zijn er met z'n tweeën. 12 is midnight. 12 is midnight. 12 is midnight. Hebben we er wel goed aan gedaan om een ontbijtbot bij Kees te zetten? Hij is een prof. Dat komt best goed. Mosterd, jamon, augurk, queso. Mosterd, jamon. Hé, hey, dat is te weinig ham voor een Cubano. Mijn verhoudingen zijn wetenschappelijk berekend, dus klep dicht. Nou, kleptomaan. Ham. Greep hier. Jongens, ophouden. Hé, hey, ham dan maar. Niet cool, koekblik. Hey. Waarom lijkt het alsof we bewegen? Snel, naar voren toe. Riemen vast. Johan, isn't het echt nog dromeriger? Voor ons laatste nummer kiezen we 2 fans om voor te zingen op het toneel. Ons! Het is een ontbijtbot. We zijn de controle kwijt over de food truck. Dat is zijn schuld. En we rollen op het concert af. Wij zoeken. En wat ons allemaal ook overkomt, ik blijf bij jou. We hebben 12 is weer een uitje geplet. Gelukkig. Is iedereen in orde? Hallo, is er iemand? Hallo? Wauw, dat is het beste broodje dat ik ooit heb gegeten. Yeah! Oké, tijd om te bakken. Eerste bestelling. Je oma wil een dozijn voor haar skydivingclub. En bakken maar. Oeh,
mooie wikkel. Dank je. Ik teken een mini-strip op elke wikkel. Dat houdt het leuk, snap je? Oeh. Mooi. Ons eerste dozijn. En dat deden we in... 4 uur? Hoeveel bestellingen moeten we nu nog doen voor morgen? 10 bestellingen van in totaal 15 dozijn cookies. En dat duurt... Lisa? 60 uur of 2,5 dagen. En dat is zonder plaspauze. Luister jij mee? Hoe? Ik ben bij Klei thuis. Jouw veiligheidsregels gaan nu te ver. Ik hoorde het door jouw walkie-talkie, sufkop. Huh? Oh, dank je. Graag gedaan. Hier is nog een tip. Neem personeel aan. Als 2 uilskuikens een dozijn koekjes maken in 4 uur tijd, bedenk hoeveel koekjes 6 of 7 uilskuikens in die tijd kunnen maken. Hey! Een laatste tip. Zoek misschien een grotere werkruimte. Hoe ken jij de plattegrond van mijn keuken? Ik moet gaan. Zeg, kennen we iemand met professionele bakervaring? Nee, maar ik ken misschien wel andere mensen die beschikbaar zijn. Dank voor jullie komst. Mijn zussen hadden het veel te druk. Maar jullie zullen meedelen in de winst. Plus, jullie krijgen alle overgebleven cookies. Oh, klinkt goed. Ik weet het niet. Een haarnetje? Deze lokken kun je niet temmen. Hè? Doe gewoon dat ding op, Roes. Wow, rustig, tijger. Die roller gaat al even mee. Oh, sorry. Ik zal voorzichtig doen. Iemand kent haar eigen krachten niet. Ik zet er nauwelijks druk op. Hier, laat mij het anders doen. Tja, het wikkel is mooi, maar is er een hap uit? Wacht, alle koekjes hebben het. Zek, wat is dit? Ik doe kwaliteitscontrole. Slecht nieuws, gast. De boter is op. Ah, nee, hè. Al mijn zakgeld is op aan de eerste partij ingrediënten. En ik het mijne aan die dure deegroller. Ah, geen paniek, kerels. Laat mij maar. Goed, wie van jullie heeft een zachte hand? Hé, jongens. Kijk eens naar de transportband die ik gemaakt heb. Ik denk dat alles hiermee een stuk sneller gaat. Ik maakte het van een loopband die ouders wegdeden. Zie je? We maken een assemblagelijn en... Sorry, maar al de gratis cookies is dit gedoe niet waard. Ik ben het met Russie eens. Die ja. Zo. Kom mee, we moeten onze geschiedeniswerkstukken nog afmaken. Ons geschiedeniswerkstuk! We zijn nog niet eens begonnen! Maar we beloofden cookies aan al die mensen! Dan moeten we nu flink doorpakken en gaan bakken. Hartpoeder! Kaneel! Hamer! Giet op! Handkrab! Zo, de laatste. Het is gelukt. Hier zijn alle cookies voor uw trouwdag. Sorry dat ze er zo slecht uitzien. We hebben bloemen als backup. Oh, nou, bedankt. En de puddingmachine doet het ook weer. Deze verstopte het. Oh, dat zijn scootbijters. Kun je niet bewijzen? Ah, ik snap het al. Jullie namen een iets te grote hap. Ja, we hebben het onderschat. We zagen ons bedrijf als de cookiekoning van Royal Woods. Maar er komt nog veel meer bij kijken dan we dachten. Werknemers aansturen, inventaris bijhouden en melkkoeien vangen? Maak je niet druk. Er is nog tijd genoeg om het uit te zoeken als je ouder bent. Hoe dan ook, geniet van het kind zijn zolang het nog kan. Komt goed! Dag meneer! Dag pap! Ik zie je! Oh! Ratatata! Lori, Bobby, we hebben een plekje. Nee, wij hebben een plekje. Zullen we samen in het midden gaan zitten? Hier, mijn gemarineerde kalkoenvel. Die vind jij vast heerlijk. Eerst moet je mijn tamades proeven. Ik heb ze extra pittig gemaakt. Extra pittig, wat lief. Ze willen niks heet, ze willen zoet. Kijk eens, proef mijn aardappels in marshmallowsaus. Hoe weet jij nou wat ze willen? Ze hebben overduidelijk zin in mijn huisgemaakte kalkoenmolen. Come on.
Ik wil een toast uitbrengen. Bobby, Laurie, ik wil graag zeggen hoe fijn het is dat jullie bij ons zijn. Ik weet niet of ik dit wel droog hou. Oh, mam. Dames en heren, mag ik even? Ik snap heus dat je het fijn vindt, Rita. Maar met alle respect, wij vinden het fijner. Ach, Hector, dat klinkt heel onwaarschijnlijk. Want voor ons is het het allerfijnst, oké? Okay? Je meent het. Ja. Is dat zo? Ja, dat is zo. Vergeet die toast. Ik kan het zoveel beter zeggen... Met muziek! Onze Bobby en Laurie zijn de liefde van de hele wereld! Oepsie! Hoe durf je? Hou die kinderen in toom! Dit huis is niet veilig om Thanksgiving te vieren! Ach, als je het niet leuk vindt, mag je best wel gaan! Niet jij, Bobby, jij mag blijven. Dat is wat jij wilt, of niet? Onze dierbare Roberto van ons afpakken! Oh, alsof jullie Laurie niet van ons wilden afpakken, hè? Nou, raad maar eens, Bluffer, dat gaat mooi niet gebeuren. Jongens, stop nou! Waarom zou iemand de Thanksgiving hier willen kouwen op jou, hoge vogel? De kalgalzuif is verrukkelijk. Misschien ligt het aan jouw kalonterige jus. Zegt iemand hier jus? Nee, ze verdienen het niet. Ja, mankement. Mijn schilderij. Nu is het genoeg. Ik weet hoe we dit oplossen. Ja, armpje drukken. Kom op. Nee, we vragen Bobby en Laurie waar zij het liefst zijn met Thanksgiving. Hè? Huh? Waar zijn ze? En zo belanden Bobby en Laurie op de enige plek in de stad die het hele jaar dag en nacht open is. Behalve tijdens het visseizoen. Het spijt me, Boebelbeer. Ik weet dat jij je dit jaar had verheugd op een echte Thanksgiving. Zo erg is het niet. De kalkoenworstjes waren in de aanbieding. Wow, hoe hebben jullie ons gevonden? Volgapparaatje. Jullie hebben mijn dubbeltaart niet geproefd. Ze hebben veel liever mijn flan, ja. Flan uit Japan. Taart, taart, taart. Stop. Snappen jullie het dan niet? Daarom zijn we weggegaan. We balen van het ruzieën en concurreren. We willen geen kant kiezen. Dus misschien vanaf nu vieren we Thanksgiving met z'n tweeën. Tja, maar dat wil niemand. Wij sowieso niet. Laurie, Bobby, het spijt me enorm dat we zo kinderachtig deden. Het spijt ons ook, maar je kind loslaten is zo moeilijk. Weet je wat? Laurie en Bobby horen bij jullie met Thanksgiving. Tja, we hebben anders niks gedaan om dat te verdienen. Ze horen bij jullie te zijn. Hey, ik heb een idee. Waarom wisselen jullie niet elk jaar, hè? Net als deze sappige hotdogs die ik verkoop voor slechts 40% meer. Vakantievoordeel. Vinden wij best. Ja! Yeah! Yeah! Hey! Fijn dat we eruit zijn voor de toekomst. Maar hoe zit het met het nu? Ik rammel! Nou, we hebben hier hotdogs en zonnebloempitten en 20 soorten ambachtelijke worst. We kunnen hier samen een diner maken. Ik zeg ja. Ik ook. Dan maken we het hier feestelijk. Ik heb nog overgebleven versiering in de auto. Ik help je. En dat is het verhaal hoe oude Flip Thanksgiving gered heeft. Twee families die dankbaar de overvloed vieren waar snack en tank voor staat. Goed koken en er goed uitzien. Hé, hey, en ik dan? Oké. Alsjeblieft. Goed, wat is je lesplan? Ah ja, eerste opdracht, eieren. De veelzijdige rockster van het voedsel. Je kunt ze koken, pocheren, bakken, roeren in een kies Schotse ei, Benedict ei. En wat er ook nog mee kan, je kunt ermee jongleren in de keuken. Oh nee, auw. Alsjeblieft, ik wist het, jouw lach breekt een eitje. Ga je gang, bak ze maar bruin. En, hoe deed ik het? Dus zo zie ik eruit in gebakken ei. Het is zoveel mooier dan ik had durven denken. Foei, Charles, blijf van mijn gezicht af!
Wauw, lieverd. Indrukwekkend snijwerk. Snel, maar veilig. Momentje. Een goede kok inspecteert altijd haar crudité-schotel. Het is vingervoedsel, snap je? Een echte grap, champignon. Daar zit nog wat aarde op. De lavataart is af. Ah, het heeft de 4 C's van een goede taart. Chocola, chocola, chocola en creativiteit. Lieverd, hoeveel bakpoeder heb je gebruikt? Oh, ik weet het niet. Je maakte een grap en ik werd afgeleid. Oh nee, sorry pap. Nee Luan, zo is het toch net echte lava. Ongelukjes in de keuken maken het soms juist leuk. Je laatste toets. Een diner koken voor minstens 10 mensen. Oh, een volledig diner? Dat klinkt heftig. Heftig, maar leuk. Het leukste aan kok zijn is anderen plezier bezorgen met jouw eten. En ik heb het perfecte gerecht. Pasta, mosselen, boter. Gio! Pap, we kunnen Gio niet bereiden. Wat? Nee, nou ga weg Gio. Het is mijn beroemde linguine. Het eerste gerecht dat ik ooit serveerde. En nu is het jouw beurt. Denk je echt dat het mij gaat lukken? Tuurlijk! En trouwens, er is niemand waarop je het beter kunt uitproberen dan je eigen liefhebbende familie. Ja, we zijn bijna aan de kant. We zijn vorig jaar al gehaald! Rustig aan daar binnen! Je kunt het, meisje. Oké. Wat er op jullie bord ligt is paps beroemde linguine met mosselen. De pasta is al dente met een beurre blanc saus. Afgemaakt met een vleugje peterselie. Bon appétit! Oh, je was geweldig! Oh man, je hebt gelijk, pap. Door al die lege borden en blije gezichten te zien, voel ik me zo ontzettend warm. Oh, lieverd. Oh, dat is waarschijnlijk omdat de oven nog aanstaat. Nee, ik meen het. Het voelde bijna net zo goed als een lach krijgen op het toneel. En nu baal ik dat mijn module voorbij is. Ik vond het zo leuk om te koken met jou, pap. Oh, nou, ik ben blij dat je het zegt, want de pret hoeft niet te stoppen. Lin en Luens tafel? Ja, dat klopt, lieverd. Ik wil dat jij de herrie-traditie voortzet en ooit het restaurant overneemt. Wat? Ik? Nee, wie? Ik? Echt waar? Oh, ik zie het voor me. Jij en ik gaan de restaurantwereld veroveren. Humor met een sausje en grappen van de grill. Ja, ik heb best wel een hoop lol gehad. En we kunnen nog meer lol hebben. Ik doe het. Het gebeurt. Oh, dit is misschien wel de mooiste dag van mijn leven. Kom hier, mijn popjes. Rosa, je hebt mijn shirt gekrompen. Dat is karshirt, tonto. Hoeps. Oeh, een spekkies geweer. Sergio, help. Oh man, ik rammel. Michita, niet voor het eten. En voor jullie dus ook geen ijsjes. Deze zit goed. Abuelo, dat is mijn ondergoed. Genoeg, Vera. Iedereen nu weg uit mijn keuken, anders krijg ik het eten nooit klaar. En jij ook, Sergio. Come on, die aanbieding gold maar tijdelijk. Wat heb je daar, Ronnie-Anne? Jullie moeten de tamale truc uitproberen. Ze zijn zo goed. Wat doe je daar nou? Als abuela je dat ziet eten, ben je de pineut. Ze zag ooit Dio Carlos een churro eten van de nieuwe bakkerij. Ze heeft de maat niet voor hem gekookt. Oh, ik moest overleven op bevroren wafels. Ze wordt super jaloers als we het eten van iemand anders lekker vinden. Maar dit zijn de beste tamales ooit. Zonder gekheid. Neem een hap. Wow! Alsof je puur geluk eet. Ik moet er een hebben. Wat hebben? Wat jij nu kookt? Ah, goed, het eten is klaar. Modepop, mailtje. Mama Grande op weg naar de thuisbasis.
Begrepen. Mercadoman, wacht op mijn signaal. Oh, bijen! Ga weg! Ah! Begrepen, het signaal is groen. Wacht, wat? Nee! De professor gaat op weg. Woehoe! Oh, mayday, ik bot zo meteen bovenop Mama Grande. Oeh! Oeh! Ah. De truck gaat er vandoor. Ik ga al. Vertiki, hij staat vlak voor ons gebouw. En Abuela staat vlak bij het raam. We hebben een nieuw plan nodig. Orkaanpanter High Ninja is in positie. Carl, je mag maar één codenaam. Stand by en wacht op ons teken. Hé, hey, Abuela, wij kunnen de uien wel snijden. Neem een pauze. Oh, dank je. Ik werd wel moe van al dat staan. Ga lekker zitten. Bobby heeft alles onder controle. Ik wil die yoghurtijsmachine. Mogen de beste chefs winnen. Oh, dat zullen ze. Eindelijk, ze zijn klaar om te strijden. Goed, ren erheen en vecht om de ingrediënten. Let op, klaar, strijden! Dit stookt het vuurtje op. Met deze ingrediënten maken we mijn beroemde lasagne. Daar kunnen ze nooit tegenop. Ze maken geen enkele kans tegen mijn tamales. Niet vergeten, chefs. Dit is keukenkrijgers. Dus alles is toegestaan. En ik bedoel echt alles. Link, waarom sluip je niet daarheen en schroef je een zoutvaatje los? Goed denkwerk, pap. Micha, nog een snufje zout. Oh, sorry, Abuela. Het was een ongeluk. Dat was mooi geen ongeluk. Eens kijken wat hij vindt van mijn extra pittige salsa. Laat me die marinara eens proeven, Linken. Die smaakt niet helemaal goed. Dat lijkt een beetje... Zoiets kan het niet zijn. Ze knoeide met onze marinara. Je knoeit niet met een manse marinara. Ik heb een vet idee. Goed, helpen de masa te smeren op de mais. Is alles oké, abuela? Glibberige keuken! Kijk, dit is tv! Je weet wat ze zeggen, jongen. Een uitglijder zit in een klein hoekje. Ik zal je leren mijn vloer te olieën. Ja, pak ze met je chanclas! Oh, genoeg! Jullie zijn bij deze niet meer welkom op Thanksgiving! Ja! Oh, dank je. Dan stik ik ook niet meer in jouw droge kalkoen. En jullie hoeven ook niet te komen met kerstmis. Ja! Mooi! Belusten je sompige tamales toch al niet? Nee! Oh, deze vriendschap is officieel voorbij. Vind ik best. Linken, zeg maar dag tegen Ronnie Anne voor altijd. Jij ook, Ronnie Anne. Wacht, wat? Dat wil ik niet. Ik ook niet. Jongens, wat zijn we aan het doen? We vergooien onze vriendschap enkel voor een luxe keuken? Ah, je hebt gelijk, Link. We doen echt belachelijk. Het spijt me, Rosa. Jouw tamales zijn juist hartstikke lekker. Oh, dank je. En wil jij dan misschien ook iets zeggen? Oh ja, natuurlijk. Jouw kalkoen is verrukkelijk. Oh, ja, hou op. Nee, nee, nee! Terug naar het vechten! Er staat hier wel een topkeuken op het spel. Geen prijs is zo waardevol als vriendschap. Zeker! Goed zo, abuela. Oh, ik hou van een gelukkig einde. Wat doen jullie nou? Stop met knuffelen! We moeten nog een show afmaken! Wat kan iemand jouw stomme show nou schelen? Zie, hier is een keukenkaatsbal voor jou. Wij stoppen. Wacht! Als ik er nu
nog meer prijzen bij doen? Een nieuwe auto misschien? Een reis naar Jamaica? Matthijs, haal ze terug! Als ik geen show aflever, zal de omroep me ontslaan! Sorry, Guy. Ik stop. Ik stop ook. Best! Ga maar! Dan komt het nu dus aan op mij en die domme Koel-Vries-combinatie. Oh, ja, hier! Ja! Rustig. Dat zijn vast de eigenaren. We gaan met ze praten. Oké dan. Welkom bij Papa Blast. Ik bedoel, Blurgepast. Wat mag het zijn? Papa, de ketchupalarm gaat af. We zijn er doorheen. Kom aan, Pierre. Ik hoor het wel. Ga de noodvol uit ketchup halen. Sorry, meiden. Wat was het? Twee burgers? Nee. We willen praten over uw lichtcel buiten. Het is nogal fel en dat maakt het slapen moeilijk. Een klein momentje. Nee. Geen paniek, het is ketchup. Wat willen jullie? Normaal klagen we niet zo snel, maar sinds jullie open zijn... Hebben jullie een klacht? Geen probleem. Stop het in de klachtenbus en dan gaan we ermee aan de slag. De zuil is te fel. De luchtjes zijn te sterk. Het zingen is te hard. Maar de klachtenbus is leuk. Zie je, ik zei toch dat ik chagrijnig was. Oké, Sergio en zijn vrienden kunnen elk moment komen. Jim Skittertand ook. Hé, papa, de nieuwe elektricien heeft de zuil gedimd. Veel beter. Oh, mooi. Sorry, maar zei u net dat u de lichtcel gedimd heeft? Oh, hi meiden. Ja, sorry dat het zo lang duurde. We hadden het heel erg druk en Pierre dacht dat hij alles wel zelf kon doen. Hey, ik ben handig. Hij maakte alles erger, maar ik heb een prof ingehuurd. Alles klaar. Hola, chiquitas. Ik dimde de burgerzuil en plaatste een ventilator, dus jullie klachten zijn voorbij. Ik heb ook wat azijn bij hun ketchup gedaan. Dat had het nodig. Ze is een redder in nood. En daarbij hebben we Tommy uit het team gehaald van het Foylied. Die jongen heeft echt geen muzikaal gehoor. Bestelling voor Vito. Wauw, ontzettend bedankt. Een heel klein momentje, alstublieft. Oh nee, Sid. Ze proberen al die tijd om alles op te lossen. Weet ik. Ze zijn aardig en wij laten een duivenfurie op hen los. We moeten het afblazen. Sergio, meld je. Breek de missie af. Ik herhaal. Breek de missie af. Sergio, ik versta je niet. We komen eraan. Sergio, heb je me gehoord? Hallo, ik ben Jim Schittertand. We zijn in het populaire nieuwe restaurant Burger Blast. En ik ontdekte ook hier een duister geheim. Hun burgers zijn gemaakt van duivenvlees. Ah. Zeg eens, waarom gebruiken jullie duivenvlees en hoe kunnen jullie 's nachts slapen? Wat? Hoe durft u? Wij gebruiken geen duiven. Schittertand en ik ben op jacht naar een volgend duister geheim. Jij schiet eruit. Weg! Dit is volkomen onlogisch. Waar komen die duiven vandaan? Als dit voorbij is, zijn we failliet. Niet als het aan ons ligt. Zit, kom mee. Ik heb een idee. Meneer Schittertand, wij hebben gebeld over het duivenvlees. Wat? Ik snap waar dit over gaat. Jullie willen je $25 voor de tip voor het verhaal. Oké, start de auto. Het gaat niet om het geld. U mag dit verhaal niet uitzenden. Pech gehad. Dit bezorgt me juist een promotie. Maar wat als wij nou een beter verhaal voor u hebben? Nog veel sappiger. Sappiger dan duivenvlees? Ik luister. Oh, het begint. En nu, misleiding, misdragingen. Ik ben Jim Schittertand en ik ontrafelde een keihard verhaal over hamburgers, sabotage en duivenvlees. Hoe ver wilden twee wraaklustige tieners gaan voor een beetje slaap? Hey, lustig! Deze ooggetuige zag alles. Ze dwongen me duiven te halen en te doen alsof ze in de hamburgers zaten. Het zijn monsters! U gaat toch wel mijn stem verdraaien, hè? Monsters? Dat kun je wel zeggen. Hey! Oké, we verdienen het wel. Maar het belangrijkste is dat iedereen de waarheid weet. Wij zijn het duivenvleesgerucht begonnen. We wilden gewoon slapen. Het was allemaal een misverstand. Het
Het spijt ons, Pierre en Padma. We zijn super blij met buren zoals jullie. Denk erom, we maken de ketchup zelf en de burgers zijn van rundvlees. Verrukkelijk, rund. En zo bespaar je tijd. Serveer alle gerechten in één keer. Oeps, vergeet de warme kaasdip niet. Alsjeblieft. Is dat niet veel te zwaar? Ik draag een verzwaarde hoed om mijn nek te trainen. Wauw, dat is letterlijk toewijding hoor. Denk altijd aan de gasten en aan wat hun behoeften zijn. Oef. Ober, ik heb geen brood gekregen. Excuus voor het wachten, jonge dame. Dit is vers gebakken. Kaasdip? Giet hem maar op. Dat was het allemaal wel zo'n beetje. En als je voor je gevoel in de knel komt, geef dan een gratis pepermuntje. Bedankt voor je hulp, Kotaro. Ik denk dat ik klaar ben voor mijn eerste tafel. Oh, hallo, directeur Huygens. Hallo, Cheryl. Wat mag het zijn? Moet je niet eerst een pen en een bloknootje pakken? Nou, ik heb een heel erg goed geheugen. Ja, dacht ik altijd moeite om je lesrooster te onthouden. Maar goed, als jij het zegt. Ik wil de barbecue, kipsalade, dressing graag apart en een kop thee. En ik wil graag de French dip en ijsthee met extra veel suikerzoetje. Komt eraan. Barbecue, kipsalade, dressing moet apart, kop thee, French dip, ijsthee met extra veel suiker. Ja, welke saladedressings hebben jullie? Oh, ik doe even deze bestelling en dan kom ik terug. Heb je dillen? Ja. En we hebben blauwe kaas, balsamico, Caesar en Italiaans. Welke wilt u hebben? Geen één, want ik heb geen salade besteld. Oké, wat wilden Cheryl en Huygens hebben? Kleine salade? Nee. Gemengde salade zonder dressing? Geen salade met extra dressing? Ik herinner me nog wel heel veel suiker, maar dat is vast niet goed. Dikkie! Drukker dan een kat met een poot in een kattenbak. Sorry, maar wat had u ook alweer besteld? Ik wist het. Wilt u een pepermuntje? Ah! Bestelling klaar! Tafels 5 voor 7. Bedankt, pap. Wacht, Kotaro zei, serveer alle borden in één keer. Ik kan dit wel. Het gaat om de balans. Als een buidelrat die een zoete aardappel heet. Nee. Wegvlieg. Weg. Niet erg hoor, Mop. Wij eten wel wat vissticks op school, Wilbur. Hoi, Mam. Hoi, Lies. Willen jullie lunchen? Ja, we wilden je succes wensen op je eerste dag. En hoe gaat alles? Alles gaat niet goed. Ik ben een slechte ober. Ik onthoud geen bestellingen, ik laat het eten vallen. En steeds als ik langs de tafel van Scoot kom, vraagt ze me iets raars. Net moest de citroen in de magnetron, omdat die te koud was. Vrees niet, oudste zuster. Ik kan je helpen met je ober-ellende. Want ja, ik wil wel een uitdaging. De puzzel op het jonge mensenmenu had ik namelijk in een wip opgelost. Zo terug. Lisa, waar ga je heen met mijn goede rast? De kerstman ziet alles. Bevestig dit op je rug. Aanschouw robot-kelnerarmen. Ze dragen borden met een ingebouwde pepermolen en sausdispenser. En het beste is, het heeft spraakassistentie, net zoals je smartphone. Wauw, Lisa, ontzettend bedankt. Ik hoop dat ze nuttig zijn. En één vraagje nog, mag ik een kindertitje? Komt er zo aan. Zouden wij de rekening mogen? Pepermolen, komt eraan. Wacht, van peper moet ik... De robotarmen echt! Het gerecht hassen. Zal ik doen. Nee, ga nou uit. Oud. Je wilt saus? Komt eraan. Lisa, help! Open het achterpaneel en... Of dat kan ook, ja. Het spijt me, pap. Ik ben letterlijk een ober van niks. Zelfs met robotarmen. Ik denk dat onze droom van het samenwerken uiteindelijk niet gaat werken. Geef de moed niet op, Lori, mijn lieve meisje. Je kunt toch andere baantjes proberen? Weet je wat? Ik kan wel een assistent-chef gebruiken. Plus, als je hier bent, dan zijn we nog vaker samen. Perfect. Goed, waar kan ik mee beginnen? Als jij nou eens daar die uien fijn gaat versnipperen. Komt voor elkaar. Ik heb een nieuwe taak. Het geluk aan mijn kant. Snipper deze ui. Ogen staan in brand. Auw!
Taro. Kan ik misschien nog een derde baantje proberen? Oh, ik heb nog nooit een rode taco gezien. Rosa's geheime birria bouillon maakt ze super rood en super deliciosos. Mag ik een hapje? Ah, omdat we vrienden zijn? Nee! Ik geef je $5 voor de taco. Je had toch geen geld bij je? Oh, mamma mia! Mijn smaakpapillen zijn in een jubelstemming. Ik wil er nog één hebben. Ik betaal dubbel. Bobby, denk jij nu soms ook wat ik nu denk? Dat ik mijn lunch in de wc moet opeten, waar het veilig is? Mi amor, we zitten op een goudmijn. We verkopen jouw rode tacos in een mercado en maken een fortuin. Hoi, abuelo. Ik hoor de tacos en veel geld. Ik doe mee. Carl, ga terug in bad. We hoeven toch geen fortuin, Hector? Doe nou, alsjeblieft. Oh, als het zo belangrijk voor je is, dan proberen we het, mi amor. Rosita, gracias. Jouw tacos brengen ons zeker mucho geld op. Mucho geld op. Mucho geld op. Kijk, onze eerste nieuwe klant. Welkom in de Casa Grande Mercado. We hebben een smakelijk nieuwtje. Tacos. Mabel, we hebben iets nieuws. Rode tacos. Ga weg, reclamespotje. Mama wil haar mango's. Denk zich zomaar aan me op. We pakken dit helemaal verkeerd aan. Mensen moeten de geur van de tacos ruiken. Komt-ie? Richte taco. Hey, koop je eigen tacos. Er is genoeg voor allebei. Voor $5 per stuk. Dat dan weer wel, dames. Goed gedaan, Roberto. Ik zal er meer gaan maken. Jee, ik deed het goed. Ja. Yeah. Oh ja. Bestelling voor Holland. Dat ben ik. Extra vlees, extra uien en extra zwaar. Ja, go. Hey, ze zijn geweldig, Hector. Bijna net zo goed als de kimbap in mijn zaak. Iemand is jaloers. Wat is dat voor geur? Kun je hier die rode taco's kopen waar we over gehoord hebben? Maakt mij niet uit wat het kost. Ik wil die taco's nu in mijn buikje hebben. Ik ga er even tussenuit. Ik ga de klanten entertainen als mijn nieuwe alter ego, DJ Tacotron. Oh, eerst was ik bang om een rode taco te proberen. En toen dacht ik aan ander rood eten waar ik van hou. Marinara saus, pasta saus, pizza saus, cocktail saus, samurai saus. Blijf jij nou de hele tijd hier staan? Je bent wel aan hem. Ik vergeet nog een heel belangrijk. Oh, ketchup! Draaibal? Rosa, hoe is het voor je dat iedereen wild is van jouw kookkunst? Heel druk en verrast dat men mijn eten bestempelt als dik 1000. Dik 100! Ach, wat het dan ook is, het is echt te gek taco. Dat is lekker! DJ Tacotron, hij is voor jou! Ik zeg Rosa, jullie zeggen taco's. Rosa! Taco's! Rosa! Taco's! Ruiken jullie ook iets smerigs? Hey, hebben jullie honger? Hij is eindelijk perfect. Mijn nieuwe spitkool overschoot. Wauw, papier ruikt goed. Een van je betere, lieverd. Wacht, ik vergeet de vissaus. Dat brengt de zwavel mooi naar boven. Snel, dumpen voordat we de vissaus moeten eten. De leugens gaan stug door. Ik vrees voor het welzijn van mijn familie. Waarheid is het fundament van elke functionerende samenleving. Liegen echter kan enkel leiden tot chaos en rampspoed. Ik moet dit probleem rechtzetten. Een nieuwe dag. Een nieuwe kans om waarheid te herstellen in huikenherrie. Hey Lincoln! Wat vind je van mijn nieuwe kans? Zo? Ik ging naar een nieuwe zaak waar je haar binnen 3 minuten wordt geknipt of het is gratis. Heel gaaf. Het staat je geweldig. Dat is een leugen. Vind je het niet leuk? Ik bedoel, het is niet vreselijk. Hij liegt nog steeds dat het gedrukt staat. Zeg maar de waarheid, Lincoln. Oké. Ik heb nog nooit zo'n slecht kapsel gezien. Overal kale plekken en dan even, hup, zo'n matje van achter.
Ik gaf je cadeau als cadeau aan papa. Ik lachte wel, maar ik snap hem niet. Jouw voorleesverhaaltjes zijn plichtmatig. Jouw gedichten zijn vreselijk. Jouw adem ruikt naar een zombie. Ik weet je tweede voornaam niet meer. Ik was niet op het werk. Ik had me verstopt in het washok en at pudding. Mijn excuses voor mijn te laat zijn, familie. Ik had een hele fijne remcyclus. En, wat staat er op het menu, vader? Spitskool met vissaus. Terug op veler verzoek. Hé, wat is er nou? Hebben jullie geen honger? Pap, ik zeg het niet graag, maar dankzij Lisa hebben we geen keus. Dit eten is goor en dan op een foute manier. Het is super afschuwelijk. Het ruikt naar Wout's vogelkooi. Maar gisteravond hebben jullie... Toen vonden we het ook niet lekker. Nadat jij op bed lag, bestelden we een pizza. Zo, laat de cornflakes maar lekker smaken. Dus, Luen, heb je nog grapjes om dit diner op te vrolijken? Nou, omdat sommigen mijn grapjes geforceerd vinden, liever niet, nee. Moeder, heeft u nog verhalen van het werk? Sommigen vallen in slaap van mijn stem. Nee, dank je. Oké. Lori, heb je niet een paar sappige robots voor ons? Oh, ik wil niemand vervelen met mijn verhalen die al maar door en door gaan. Ah, ik ben er klaar mee. Ik heb geen trek meer. Dat is niet waar, dat heb je nog wel. Best, ik eet op mijn kamer. Ik ook! Niet dat je dat zomaar tegen me zegt. Ik geef toe, alleen eten is niet ideaal, maar toch is dit het beste, denk ik. Leugen. Nee, is het niet. Ik bewijs mijn familie een dienst en daar zijn ze me later vast dankbaar voor. Onwaar, daar geloof jij niets meer van. Oké, je hebt gelijk. Dit experiment is volkomen mislukt. Ik dacht dat eerlijkheid afdwingen mijn familie zou redden, maar het veroorzaakt enkel rampspoed. Ironisch is het niet. Attentie, familie! Willen jullie naar de huiskamer komen? Wat nou weer? Heb je een scheetdetectorbril gemaakt? Nee, luister. Sorry dat ik jullie zomaar heb onderworpen aan mijn experiment. Al prefereer ik de waarheid. Ik zie in dat een klein leugentje het sociale evenwicht helpt handhaven. Oh, gelukkig. Dat is een opluchting. Geen trucjes. En daarom zal ik meteen alle camera's vernietigen. Vader, een handje graag. Ik hoef er maar een paar honderd te doen. Ah, ja. Ze zijn beschermd met een militair type zelfverdedigingssysteem. Oh nee, zitten we er nu voor altijd mee opgescheept? Er is misschien nog een manier. Oké, iedereen klaar? Begin! 1 plus 1 is 6. Dat is een leugen. De maan is gemaakt van blauwe kaas. Onwaarheid. De aarde is letterlijk plat. Een verzinsel. Leugens, jokken, nonsens, bedrog, fictie, fabel, desinformatie, dubbelzinnig systeem. En zo doe je dat dus. Van al dat jokken krijg je honger, zeg. Wie heeft er zin in paps beroemde inktvisverrassing? Vader, dat klinkt verrukkelijk. Wie komt eraan? Abuelo, precies de man die ik zocht. Lori en ik vieren morgen samen onze pizza-eet-jubileumdag. Kun je mijn dienst draaien? Het spijt me, Roberto, maar ik ben bij de grote Mercado-conventie. Dit jaar geven ze deurbellen weg. Oh ja, dat wil je niet missen. Dan zou ik het Lori moeten zeggen. En tia Frida. Ze was heel tevreden over die pizzasmoking. Doe niet zo belachelijk. Ga naar Lori. Er zijn genoeg familieleden die op Mercado kunnen passen. Echt waar? Hé, wat heb jij nou aan? Wat? Heb je nog nooit een pizzasmoking gezien? Goed luisteren, alle drie. Als de nieuwe melk wordt bezorgd, zet het achter de oude melk. En zet het pak dan zo dat de datum goed zichtbaar is. Hey, leg die terug. Goed, er is veel dat jullie moeten weten, dus ik heb een korte handleiding gemaakt. Kijk, ik ben het aan het lezen. Klaar nu, ik blijf mooi hier. Bobby, ga nou, straks kom je te laat. We redden ons. Ja, ik run het hier met mijn ogen dicht. Mensen brengen boodschappen naar de kassa, wij nemen hun geld aan en ik eet een handvol chew-chewies. Je koopt tegen personeelskorting, ja. Huh? Dag, Bobby.
Ik kom eraan, schatje. Oh nee, ik vergat nog iets te zeggen. Mobiel, bel Ronnie Ann. Huh? Hoi Bobby, wat is er? Ik vergat te zeggen, de wc is alleen voor klanten. Ze moet iets kopen. Ik raad ze meestal aan om wc-papier te kopen. Bel je daarom? Oké, zullen we doen, Bobby. Adios. Wat nu weer? Als iemand soms komt voor walnoten... Dat doet niemand. Walnoten zijn 3 keer niks. Hé hey jongens, waar willen jullie de mango's? Ik doe even een snel setje. Dank je, Par. Zet maar bij de vis. Nee, niet bij de vis. Dan gaan ze naar vis stinken. En laat Par geen oefeningen meer doen met het fruit. Bobby, maak je niet druk. Dit lukt ons. Hoe dan ook. Ik dacht dat het misschien half kaas en half pepperoni kon. Oh, cashewnoten kosten een fortuin. Ik zei kaas. Oh, goed. Ja, laten we dat kiezen. Wat is dit? 1 miserig bloempje? Mijn schatje verdient een boeket. BZTS plus een B. De laatste B's voor boeket. Weet je, Bobby, wij hebben geen tijd hier om op jou te zitten wachten. Oh ja, ik heb meer anti-jeukrem nodig. Het spijt me, het zal niet meer gebeuren. Dus dat is dan $12 voor alle opgegeten cashewnoten en... Wacht, zie ik daar nou een beurs op plek? Ik pak een nieuwe mango. Het blijft mijn beurt dus niet voordringen. Bobby, waar blijf je nou? Bobby, je laat me nu wel letterlijk wachten. Je zweet ontzettend. Weet je wat? Ik ben CTS. Je wat? Ik ben zo terug, schat. Oh, hier staan in pad 3. Nee, wacht. Bloemen. Kijk, dat is veel beter. Dat is broccoli. Gaat het met je? Oh, ja. Ik heb heel veel zin in onze date. Nou, het eten is er. Probeer eens. Sorry, schatje. Mijn pepperoni manchette knoop raken los. Ben zo terug. Zie je, Bobby? Kijk naar deze mango. Die is perfect. Oké, niet zo staren. Straks kijk je hem nog overrijd. Ik wist het. Je bent bij je andere liefje op onze jubileumdag. Nee, Mabel en ik zijn alleen maar vrienden. Misschien als ik zo'n 50 jaar jonger was. Ik bedoel de Mercado, Bobby. Nee, Lori. Lori. Oh, Boeboebeer, dit is zo romantisch. En die pizza-tacos die je Abuela heeft gemaakt, zijn echt heerlijk. Dank je, schatje. Ik ben blij dat we eindelijk onze pizza-eet-jubileumdag vieren zoals jij dat verdient. Dank je, Boeboebeer. Letterlijk de beste pizza-eten-jubileumdag ooit. Oh-oh, Tiafria had geen echte pepperonis moeten gebruiken. Ik maakte ook nog pain en chocola, pain suisse en croissants. Oh, ja, lekker, yeah! Wat is de reden, Clyde? Ja, viel je soms met je neus in de boter of zo? Oké, daar gaat-ie. De reden voor het maken van de celebration, de vriendschapbrunch, is omdat ik heel groot nieuws heb. Het begon gisteravond. Clyde, neem jij de telefoon aan en wees voorzichtig. Die is ouder dan onze dusbolglazen uit 1930. Hallo? Clyde, met oma Gerry. Oh, ik heb groot nieuws. Mijn beste vriendin Fleur Dupont is net aangekomen voor een verrassingsbezoek. Ze is toevallig de decaan van een van de beste kookacademies in de wereld. Ik ken die academie. Ze laten er nauwelijks leerlingen toe. Zelfs de koningin van Engeland werd geweigerd. Toegegeven, haar biscuitgebak is droog. Clyde, kom snel hierheen, jongen. En neem ook al je baksels mee. Als Fleur ze proeft, oh, dan zal ze je zeker toelaten. En wat gebeurde er? Ze vond echt alles lekker wat ik maakte. En ook, decaan Dupont zei dat ik nog maar 1 test hoef te halen vanavond. Ik moet een heel compleet diner voor haar koken. Als me dat lukt, mag ik naar de academie. Ja! Ja! Ja, te gek! Clyde, wat is er? Er zit wel 1 nadeel aan. De school is in Parijs. Nee! Oh, nu gebeurt het weer opnieuw. Clyde gaat bij ons weg, net als toen Lincoln naar Canada vertrok. Laten we vooral rustig blijven. Ik weet nog niet 1000% zeker of ik ga. Misschien kiezen ze me niet. Jouw voedsel is goddelijk. Ze kiezen je heus wel. Ik ga jullie zo hard missen.
Maar dit is een ongelofelijke kans voor me. Waar leer ik anders het maken van sommelière? Concombre à la menthe, escargot? Wacht, Clyde. Stel dat je al die dingen hier leert maken. Hier, in Royal Woods. Ik weet wel een leraar voor je. Dan raken we je niet kwijt. Oh, dan moet je proberen, Clyde. Toe. Ja, wij zijn je ploeg. Tafel 10 met lunch. Het actie nieuwsteam. En we moeten bij elkaar blijven. Maar wie zou het me kunnen leren? Ik weet de juiste persoon. Bonjour, Clyde. Wij gaan koken. Frans voedsel. Ik vind het zo leuk, ik kan niet wachten. Wauw, bedankt meneer Harry. Ik wist niet dat u de Franse keuken hebt gestudeerd. Ach, ik kijk een Franse kookvlog. Dat is ongeveer hetzelfde. Telkens als mijn maat Charcuterie Sheldon live gaat, dan leef ik echt op. We beginnen met escargot. Net zoals je het zou leren in Parijs. Charcuterie Sheldon zei, wees vooral niet de slaks met de saus. Snap je? Wat we koken slakken. Die is goed, meneer Harry. We gaan eerst wat boter mixen. Oké, actie. De lunchdrukte begint. Zal ik later terugkomen? Nee, aldoende leren we. Stap 2. Voeg een beetje knoflook toe. Moment, vergeet de nachokaas niet. Veel te heet. Geen probleem, wat ijsblokjes erbij. Oké, u bent de leraar. Er moet nog wat pesto bij. Gebruik die melk voordat die verzuurt. Die vissenkoppen moeten ergens heen. Tijd om alle stukken chili te lozen. Roeren totdat het schuimt. En klaar, bestelling op de toonbank. Sorry, ik had het druk, Clyde. En, heb je de knoflook toegevoegd? Oh, en alles wat u gezegd heeft. De ploeg zit het nu te eten. Nou, welke chefs zijn er nog meer in Royal Woods? Chef Pat, weet u misschien iets van Frans koken? Daar weet ik alles van. Ik was chefkok op een jacht van 20 meter op de Franse Riviera. Hier, daar. Proef deze boekweitgalet met noten. Notig, zacht. Maar waarom maakt hij dan eigenlijk altijd Slappy Joe? Omdat jullie dat lekker vinden. Chef Pat, u moet Clyde alles leren over de Franse keuken. Want anders verhuist hij straks naar Parijs. Alsjeblieft. Dat is veel gevraagd. Maar ik doe het op één voorwaarde. Als ik met Clyde werk, zorgen jullie vijven voor mijn nichtje wafels. Als ze je wil bijten, geef je haar wafels. Daar kalmeert ze van. Kunnen we dit quiche Lorraine recept proberen? Oké, maar ik moet een hele school voeden. Dus we moeten het vermenigvuldigen met zeg maar 500, denk ik. Ik was niet goed in wiskunde. Ik ben meer van de fijne kunst. Wafel? Ik heb honger en wafels wil niet delen. Hey, heb je daar nog snacks? Oh nee, we gebruiken te veel eieren. Lalo, wat is dit, joh? Tijd voor ontbijt. De vroege vogel krijgt de chilaquiles. Chilaquiles? Handelen, eten. Goedemorgen, abuela. Heb je haast vandaag? Sí, mija. Het appartement boven staat leeg. En als gebouwmanager is het mijn taak potentiële huurders rond te leiden. Het is mijn taak om te helpen. Vette gereedschapsriem, CJ. Is dat een nieuwe hamer? Het is ook een schroevendraaier. Morgen, man. Goedemorgen, lieverd. Heb je nog plannen voor vandaag? Ja, ik ga met mijn bord naar het park om nieuwe trucs uit te werken. Klinkt goed. Vergeet je niet om je helm. Kom op, mam. Dat hoef je niet te zeggen. Ik ken genoeg verhalen van jou uit het ziekenhuis. Oeh, dat is waar ook. Je gelooft nooit wat we gisteren in de maag van een patiënt vonden. Eerst dachten we dat het een haarbal was, maar... We houden veel van je, Tia, maar we zitten te eten. Stuur me een appje. Oh, en bedankt voor het ontbijt. Morgen, fam. Ik neem ontbijt onderweg, abuela. Ik moet naar beneden om de Mercado te openen. Gracias, mijo. Wat een fijne kleinzoon. Ja, abuelo, laat genieten van zijn kopje koffie. Dank je, abuela. Wacht, Bobby, je winkel schort. Bedankt, zus. Hey, wacht, neef. Ik moet wel toezicht op je houden. Volgende keer beter, joh. Ja, meneer Scully. Ik ga het appartement nu meteen openmaken. Ik heb zo het idee dat we veel kandidaten zullen krijgen. Abuela, je sleutels. Hoe dan ook, ik zorg dat het appartement... En nu ga ik eindelijk eten. Je legt het er echt dik bovenop, is het niet?
Ga je gang. Ik pak wel wat onderweg naar het park. Maar zeg niks tegen Abuela. Je hebt een zalige steak zondag, mager gehakt maandag, Duitse schotel dinsdag, wienerschnitzel woensdag, goulash donderdag, vis met bonen vrijdag en zure zult zaterdag. En dan herhaalt het zich, ja, elke week weer opnieuw. Ik moet er van tussen, tijd voor het proppen van een... wienerschnitzel. Zonder pogen, maar dit smaakt net zoals vorige week. Man, ik heb dit recept in de vingers. Wat is dit? Pasta? Kan iemand me uitleggen waarom ik mijn goulaschschotel draag? Hebben wij gedaan, pap. We verstopten het eten zodat je pizza zou bestellen. Het spijt ons heel erg, maar we werden er gestoord van om elke week hetzelfde eten te eten. Weet je wel hoe moeilijk het is 7 voedzame maaltijden per week te maken voor 13 mensen met beperkt budget? Ik vind dat jullie vader het prima doet. Oh, wat fijn om te horen. Wacht maar tot jullie later voor je eigen familie moeten koken. Koken voor je familie? Dat is het. Laat ons morgen het eten maken. Wij hebben ideeën zat. Pap heeft dan vrij. Wij maken iets overheerlijks en laten zien dat iets anders best makkelijk is. Prima hoor. Oeh, kunnen we deze ui niet gebruiken? Niet vergeten, dit gaat om meer dan alleen deze maaltijd. We moeten hun harten veroveren met deze kaastosties. Kaastosti? Ik wil een taart maken! Een taart als avondeten? Dan barst ik letterlijk van de puistjes. We maken shepherd's pie. Dat is McSwagger's lievelingsgerecht. Wacht eens, ik heb het. We maken goulash. We zijn hier juist omdat we geen goulash wilden eten. En nu mis ik het. Mag ik hier een meer beschaafd gerecht voorstellen? Misschien een vichyssoise? Ik zeg lichaamsbrandstof. Ik mix al proteïneshakes. Je hersens zijn gemixt als je denkt dat ik die kots drink. Wacht, kunnen we kots drinken? Kaas, nee, kaas, 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 kaas. Jongens, jongens, stop. We doen gewoon een buffet. Iedereen maakt zijn eigen gerecht. Goed idee, dan hoeven we geen ruzie te maken. Wat mij? Die wil ik voor mijn roerijtje. Nou, ik wil voor mijn duivels eitje. Is het goed als ik me deze eigen maak? Snap je? Letterlijk. Mijn visie is mijn uilen! Ja! Mijn taart! Meiden, gaat alles goed daar binnen? Super. Mooi, je moeder en ik beginnen trek te krijgen. Zijn jullie klaar om echt op te scheppen? Oh nee, we hebben nog niks. Falen is nu geen optie. We moeten iets opdienen of we eten voor altijd dezelfde 7 maaltijden. Oh, wauw. Jullie maakten... aardappelen, quinoa, kalkoen, kip, gehaktbrood, bolletjes, glazuur, goulash, kots. Goed, bon appetit. Mmm, het is Mam, pap, het spijt ons. Jullie hadden gelijk. Koken voor zoveel mensen is een nachtmerrie. We zullen nooit meer over het eten klagen. Ik beloof dat lekker niet. Nu we dan echt onze les hebben geleerd, mogen we pizza bestellen? Ja, pizza! India's! Sorry, lieverd. Ons huishoudgeld voor deze week is op. Dus we hebben helemaal geen eten? Onzin! Noodzaak is altijd de moeder van linventiviteit. Naar de keuken! Goed, wat hebben we? Dit is een pot olijven. Op deze lepel zit nog een beetje mosterd. Ik heb nog een paar muesli-repen. En ik heb wel jam! Oeh, waar? Oh, bedoelde je die jam? Olijven, peper, koekenpan, andere helft koekenpan, tape, vlechtman, vlug! Wat maak je eigenlijk, pap? Weet ik niet zeker, maar ik noem het een Casa Harry Overschotel. Oeh, daar heb ik de perfecte outfit voor. Liever, dat was echt verrukkelijk. Super! Heerlijk! Heerlijk!
Dank jullie wel. Jullie hebben gelijk. Het is tijd om het menu te veranderen. Echt waar? Ja, yep. En weet je wat? Ik ga nu meteen naar de winkel voor nieuwe ingrediënten. Oeh! Torta vrijdag! Beste dag van de week! Ziet er heerlijk uit. Ik rammel en alles doet me zeer. Wat je de avond voor een grote toets in je lichaam stopt, is cruciaal. Studies tonen aan dat geen vlees, melkproducten, witte kaas of zetmeel de score radicaal kan verbeteren. Vergat de bonen. Die mag je absoluut niet. Well, hey! Jij bent je torta-privileges kwijt, senor. Hey, pap. De winkelwagen doet zo raar. Ik weet niet waar die op rijdt. Zeg, kom eens even. Snap je, Lola? Zeg, kom eens even. Maar ik zeg, kom eens even. Ik snap hem. Als jullie me zoeken, ik ben in het pasta gangpad. Attentie, shoppers. Een kleine interruptie. Ja, alle prijzen zijn luwentisch. Wat mag het zijn, vroeg de winkelier. Heeft u bruine bonen hier? Wees blij dat jullie het lied bij de slager hebben gemist. Mist ik niet. Hey pap, wat zei het linkeroog tegen het rechter? Er zit iets tussen ons dat heel erg ruikt. Ja, dat is de neus. Alles oké achterin? Je bent een beetje stil. Alles goed. Heb je hulp nodig met de gordel losmaken, Lola? Nee, dat kan ik zelf wel. Ik heb wel hulp nodig. Hey, liefie. Hier is je macaroni. En we hebben ook volkoren pennen voor als je misschien oorhangers wil maken. Bruine oorhangers? Dat nooit. Nee, mijn vader speelde altijd favorietje en ik werd er stapelgek van. Hey pap, wil je met mij misschien Lin Moon Tart maken? Oh, zeker andere plannen. Ik kan het denk ik zelf wel maken. Potjam Tiki! En nu heb ik hetzelfde gedaan bij Lola. Dit moet ik rechtzetten. Oh, je kunt het vast wel weer goed maken, maar... Geef haar alsjeblieft niet weer een pony. Dat pakte toen niet goed uit. Hey, liefie, ben je druk? Ik zag toevallig deze twee prinsessenjurken hangen in de winkel en ik dacht... Mijn lievelingskleur! Natuurlijk, oud roze. Maar wacht, er is nog meer. Zelfkleef oorhangers! Wow. Peppa. Wauw, dit is echt mijn kleur. Zei ik toch? Robijnrood. Doen we nog een aflevering misgevangenisstrijd? Zeker weten. We moeten nog zien welk talent Leeuw Grote heeft. Papapap, lekker zo, daddy-o. Nu weten de kids dat ik niemand voortrek. Oeh, mijn lievelingskostje. Wat? Oh, beef stroganoff. Lekker. Oh ja? Ja, pap. Het gerecht waar ik altijd meer van blief. Die is leuk, liefie. Potjan tikkie. Als de Gluens lievelingskostje maak, denken de anderen dat ik haar voortrek en ben ik terug bij af. Wow. Zo gefixt. Kinderen, dit is klaar. Val maar aan. Wauw, pap. Heb je 11 verschillende gerechten gemaakt? Ja, yep, kleinigheid. Ik wil dus iets speciaals doen en maakte ieders lievelingskostje. Zelfs mijn wormenokra, hè? Absoluut. Gek! Kun je dat misschien consumeren op een andere locatie? Zeg, de garage. Wacht, als ik naast Lisa zit, dan lijkt het alsof ik haar voortrek. Kinders, ik ga vanavond maar eens in de hoek zitten. Dan zit ik lekker rustig en kan ik jullie allemaal zien. Beetje op je vinger, liefie. Kom maar, papi kust je ouw weg. Maar papi geeft natuurlijk niet alleen om jou, Lily. Ouw kusjes voor iedereen.
Alsjeblieft. 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 Nog eentje. Misschien beter van niet, pap. Ik heb nogal lopen pulken. Dan bewaar ik jouw kus in mijn broekzak. Voel je je wel oké, pap? Oh ja, heel goed. Kan niet beter. Hoe was jouw middag, lieverd? Zucht, best. Graf gegraven, overwogen om erin te stappen. Hou dat vast. Ik bedoel, hoe was iedereen zijn middag? Niet alleen van Lucy, maar nou ja, ook van Lucy. Goed, wie gaat als eerste? Ik weet het. We trekken nummers uit een hoed. Wie wil je dat als eerst pakt? Daarvoor trekken we nummers uit een andere hoed. Wat dacht je daarvan? Oh, oké. Okay. En wie trekt dan als eerste uit die tweede hoed? Het is generaties lang doorgegeven binnen onze familie. Oeh! En nu is het tijd voor mij om het recept aan jullie te geven. Zodat jullie bouw kunnen maken voor de Chinese culturele markt. Vandaag maken mijn kleine bolletjes hun eerste bolletjes. Oh, pap. Zit. Te veel vulling. Adelheid, niet genoeg vulling. Elke vin krijgt 8 strepen. 8 brengt geluk. Niet 7, niet 9, maar 8. Ik denk niet dat het uitmaakt hoeveel. Het maakt uit. Deze bouw redde het dorp van onze voorouders. Dus wij maken ze op de juiste manier. Vooral omdat ik meer wil verkopen dan Mike Liu's jongziekraam. Zo, eindelijk. Dat ziet er geweldig uit. Oh, oh, oh. Ik heb het ook. Perfect. Goed gedaan, meiden. Ja! Trekken, Marcel! Oké, we zijn toch meesterlijk. Dan is feestje uitgesteld. Ik moet naar het park om snel de beste plek te pakken voordat Mike Liu er is. Oh, en jullie moeten nog 800 bouwen maken, net als deze. Het klonk alsof hij 800 zei. Dat klopt, ik zou maar beginnen. Tot later in het park. Maar het duurde uren om er 2 te maken. In dit tempo zijn we net zo oud als pap als we klaar zijn. Er moet een betere manier zijn. Dat is het! Weet je het wel zeker dat pap het oké vindt dat we alles op deze manier doen? Gewoon niet vertellen! Goed genoeg. Kom, we versnellen. Jongens, jullie raken achterop. Waarschuwing, ramp dreigt. Waarschuwing, waarschuwing, waarschuwing. Omschrijf oké. Okay. Aan de pluskant, de bouw zijn klaar. Oké. Lucy zeggen dat de begrafenisjurk terug is van de stomerij. Luna zeggen dat ik haar niet naar de repetitie kan brengen. En Lola zeggen dat ze geen tv mag kijken voordat haar huiswerk af is. Alles. Oh, hi Lori. Momentje, pap. Oh, lieverd, wat had ik nou gevraagd? Wil je dat ding even wegleggen? Oké. Lucy zegt bedankt, net op tijd voor de uitvaart. Luna zegt gesnopen en Lola stuurt dit. Je hebt net mijn hele lijstje afgewerkt. Hoe doe je dat? Dat heet appen. Je kunt letterlijk 1 miljoen gesprekken tegelijk voeren. Kan best wel handig zijn voor iemand met 11 kinderen. Wacht even. Als ik een bericht zou willen sturen, hoe doe ik dat dan? Het is heel simpel. Je typt en klaar. Waar is je mobiel? Stuur me een bericht. Waar? Hier. Zeg maar hallo. Oh, gewist. Lieve Lori, ik hoop dat je dit tekstbericht goed ontvangt. Sorry pap, maar TLNG, dat is te lang niet gelezen. Het zijn de afkortingen wat appen zo leuk maakt. Oh, nog een keer. KGLIWGML. Dat staat voor, klinkt goed lieverd, ik wil graag meer leren. Dat komt nog wel. Man, ik heb honger als een paard. Waar blijft pap met het eten? En hallo aan mijn nieuwe volger uit Zweden. Of zal ik zeggen, welkom bij de Linternationale Keuken livestream met chef Harry. Vandaag maken we pizza. Oh, dat kunnen ze niet zien. Vandaag maken we pizza. Oké, tijd om te genieten.
Even wachten, jongens. Kijken is ook genieten. Eerst nog een paar foto's maken voor Swiftypik. Nog maar een paar VHGT. Ah, die kan ik niet posten. VL, vet lelijk. Opnieuw.